In de volgende video gaan we de Warman XXL Airfryer bespreken, de WM930XXL. Dit is eigenlijk een grote versie van de gewone standaard Airfryer XL van Warman, de 926 Lux. En die 926 Lux editie van Warman die hebben we uitgeroepen tot midrange winnaar, omdat het is gewoon een heel goed apparaat. En deze Airfryer, de XXL, WM930XXL, Airfryer van Warman dus, hebben we uitgeroepen tot winnaar van Airfryer Test High-End. Dat betekent dus dat die meer kosten, ook omdat die groter zijn. Maar dus de high-end winnaar van het begin 2019 gaat deze Airfryer van Warman zijn, de XXL editie. Zoals in alle filmpjes kun je nu makkelijk zien hoe ik het apparaat aan het uitpakken ben. Ik overloop alle opties, ik laat het design te goed zien, het formaat, zodat u duidelijk kunt zien of deze airfryer iets voor u is. Dus dat is ook eigenlijk de bedoeling van deze website. Meestal zijn de meeste airfryers goed, maar wij bespreken die allemaal, omdat dat eigenlijk niet... Meestal op het internet er zijn veel filmpjes en zo, maar je kunt niet te goed zien hoe het apparaat, ja, de opties. Voor je de aankoop doet, wil je echt zien of het apparaat echt mooi is, of het goed is. En daarvoor hebben we dus deze website ook gemaakt. We proberen zoveel mogelijk informatie over airfryers aan te bieden op deze website. Dit moet echt een referentiepunt worden. Op elke reviewpagina kun je een uitgebreide beschrijving zien. Een filmpje is het. We hebben nog niet voor elk apparaat een filmpje. Want daar zijn we nu mee bezig. We moeten eerst ook een samenwerking kunnen aangaan met anderen. En ik heb nu een partner gevonden, Marmalot. Die heeft me nu deze Warman al ingezonden. Dat is al een mooi begin. En de bedoeling is dus dat we op den duur, want er zijn nog van die websites, dus dat we een website hebben met honderden reviews, maar echt dus met geloofwaardige reviews. Dus echt, ik heb dus echt naar de gebruikersbeoordelingen gekeken. We hebben vanuit die honderden gebruikersbeoordelingen alle positieve en negatieve punten bij elkaar gezet. En dan hebben we dus een conclusie kunnen maken. En nu zijn we dus ook bezig dus met extra informatie die rechtstreeks via de fabrikant in te zamelen. En de modellen opgestuurd te krijgen, zodat we ze zelf ook onder de loep kunnen nemen. Zoals we nu bij deze Warman aan het doen zijn. Voorlopig laat ik eigenlijk alleen maar het uiterlijk zien en het model. Ik mag het uitpakken, maar omdat ik die terug moet sturen, ga ik die dus niet gebruiken. Het is eigenlijk ook niet nodig, want ik heb naar de gebruikersbeoordeling gekeken. Dus ik weet, oké, deze is goed. Maar ik ga binnenkort ook demo-toestellen opgestuurd krijgen. Dus dan kan ik ook filmpjes aanbieden waar ik eigenlijk toon aan jullie hoe je beste je frietjes kunt airfryen. De verschillende dingen die ik erin kan maken. Dus de bedoeling is eigenlijk dat ik een heel complete website van airfryer test ga maken in dit geval. Zodat jullie eigenlijk nergens anders moeten zoeken voor vragen over airfryer. Oké, nu gaan we tussendoor naar de review van deze XXL Airfryer. We gaan het eerlijk gezegd kort houden, aangezien dit eigenlijk compleet dezelfde Airfryer is als de XL, de iets kleinere versie. En dus het ziet er hetzelfde uit, het is gewoon groter. Je kunt er de temperatuur instellen, de tijd. Je hebt verschillende keuzemenu's. Het heeft een heel mooi lichtblauw LCD-scherm. Zoals je al kunt zien. Het heeft 5,5 liter inhoud en 1800 watt dus. Je kunt zelf zien dat het apparaat echt heel mooi staat op het aanrecht. Het weerkaatst echt, het is mooi zwart. En als we naar de gebruikersbeoordeling kijken, zien we dat het een heel goed apparaat is. Dus ik ga deze Airfryer momenteel 2019 uitroepen tot high-end winnaar. Dit kan natuurlijk nog veranderen als ik nieuwe producten binnenkrijg. En zeker weet dat we hier over een goede Airfryer hebben. Maar voorlopig ziet het er goed uit voor de Warman. En ik kan niet wachten tot ik de demo-toestellen toegestuurd krijg, zodat ik ook dus uitgebreide filmpjes kan maken waar jullie op kunnen zien hoe ik de heel lekkere, gezondere hapjes klaarmaak als traditioneel frituren. Want dat is ook de bedoeling. En dan wil ik nog een opmerking geven over Marmalot. Dat is dus de webshop waarmee ik samenwerk. Dit is eigenlijk een webshop waar alleen maar dus hoge kwaliteitsvolle materialen verkoopt, omdat anders hebben... Laten we het zo zeggen, als je rommel verkoopt, krijg je dus prul achteraf met klanten. Je moet het producten terugsturen, dit en dat. En Marmalot verkoopt eigenlijk alleen maar hoogwaardige producten. En de reden daarvoor is dat juist, wat ik juist heb gezegd. De klanten zijn tevreden en daarom ook dat ik ook blij ben om deze Warman te kunnen uitroepen tot high-end winner nu. Dus omdat ik ook dan, dat is ook een bevestiging zeker van oké, dit apparaat is gewoon goed, anders zou het niet op die website staan.
Want ja, dit is een speciale, hoogwaardige, kwalitatieve website. Marmelottes, ik raad ook aan om het via de link op deze website via Marmelotte te kopen. En ik weet ook, als er een probleem is, dan moet je maar een mailtje sturen. En die mensen van Marmelotte zijn heel vriendelijk. Die gaan je sowieso heel, zo snel mogelijk helpen. Dus bij deze mijn review voor deze Warman XXL Airfryer.